Association Bel Combat. Association Bel Combat. In november brachten twee Roermondse wethouders een bezoek aan Burkina Faso en de projecten van de stichting van Monique Wolters. In dit programma vertelt wethouder Gerard Eyf over zijn indrukken van dit land, één van de armste landen ter wereld. Ik kan nu al zeggen dat het een hele leerzame week geweest is, waarin we veel nieuwe zaken geleerd hebben. Om te beginnen wat betreft het politieke systeem. Het is wat anders georganiseerd dan bij ons in Nederland. Hier is het zo dat veel zaken geregeld worden door een gouverneur, die in feite onder de hiërarchie staat van het ministerie van Binnenlandse Zaken. We zijn een avond door hem uitgenodigd om bij hem te komen eten in zijn residentie. En hebben met hem gediscussieerd over het politieke systeem hier en de keuzes die hij moet maken, hoe hij de beperkte middelen zo efficiënt mogelijk inzet. We zijn bijvoorbeeld met hem wezen kijken bij een irrigatieproject wat in de nabijheid van dit dorpje gerealiseerd is, maar nu niet meer functioneert. En Monique heeft een klemmend pleidooi gehouden om dat toch weer te herstellen vanuit het ministerie van Verkeer en Waterstaat van Burkina Faso. Il y a une deuxième qui est encore bon, mais c'est ici le problème. De infrastructuur, daarvan viel mij op dat de hoofdwegen geasfalteerd zijn. De provinciale wegen zijn onverhard, maar wel goed bereikbaar. Wat minder goed bereikbaar is, zijn de landwegen. Als je daar komt, dan is het staphoedsrijden en alleen met een jeep kan je daar komen. En soms zelfs is dat twijfelachtig. Hier zijn we in een gewone woonwijk in de hoofdstad Ouagadougou. Hier zie je op deze kruising van twee grotere wegen een rotonde aangelegd in de vorm van een aantal oude autobanden die op die manier weer een tweede leven krijgen. Hier staan we op de vuilstortplaats van Ouagadougou. Je kan ervan uitgaan dat hier echt alleen maar spullen liggen die helemaal niemand nog kan gebruiken, want alles wat nog enigszins gebruikt kan worden, wordt hier uitgehaald en wordt weer door de mensen verder gebruikt of verkocht. Je ruikt hier gewoon de rotzooi. Dit is heel anders dan in Nederland hoe het afval verwerkt wordt. Hier leven echte mensen op de vuilnisbelt en proberen nog van hun leven hier te maken. Hier zien we hoe de bakstenen gemaakt worden waarmee al de huizen gebouwd worden. Op deze manier ontstaat een economische ontwikkeling die uiteindelijk na vele, vele decennia, misschien wel honderden jaren, moet leiden tot een wat beter welvaartsniveau in het land. Maar je ziet dat ze ook bij hele hoge temperaturen hier hard aan het werk zijn om op deze wijze hun eigen welzijn en welvaart te verbeteren. Voilà. Ook een hele bijzondere ervaring was het bezoek wat wij gebracht hebben aan de nomadische stam De Peul. Die wonen verspreid in deze regio in hele kleine nederzettingen. Het zijn mensen met een hele atletische, mooie bouw. En de hartelijke ontvangst was al hartverwarmend. Maar helemaal mooi werd het toen zij besloten om naar het dorp te komen, wat zeer uitzonderlijk is. En hier een avond allerlei traditionele dansen voor ons te laten zien. Wij zijn op bezoek geweest bij een goudmijn. Daar ben ik helemaal geschrokken, omdat het delven van de stenen uit de ondergrond gebeurt door jonge jongens van 15 tot 20 jaar. Daar wordt het gereinigd en vervolgens wordt er kwik aan toegevoegd, waardoor men hele schadelijke kwikkampen inademt. Deze mijn ligt helemaal in een afgelegen gebied. Er komt geen politie, het is een totale vrijstaat. En hier gebeuren zaken waarvan ik denk dat ze niet meer in deze tijd ook niet in Burkina Faso thuis horen. Het belangrijkste doel van de reis was natuurlijk ook om te zien op welke wijze Monique Wolters hier invulling geeft aan haar missie.
Zij heeft zowel in Namziki als in Kaya fantastisch werk geleverd. In Kaya door het project met de straatkinderen. Hier in Namziki door de ondersteuning van de gezondheidsprojecten die hier plaatsvinden. Daarmee geeft ze niet alleen invulling aan een stukje ontwikkeling in deze regio, maar voedt zij ook de lokale economie door de investeringen die zij realiseert met middelen vanuit Roermond. Mijn persoonlijke ervaring van deze week is dat alles wat je hier ziet je direct raakt. Dat kan in positieve zin zijn, maar dat kan ook in negatieve zin zijn. We zijn op bezoek geweest bij een centrum voor gehandicapte personen. En als je daar ziet, krijg je toch een bepaalde moedeloosheid hoe dat allemaal verder moet met deze mensen. Hier in dit land, waar alles eigenlijk schaars is. Aan de andere kant ook merk je dat hier sprake is van een heel trots volk. Wat vanuit hun beperkte mogelijkheden er alles aan doen om toekomstige generaties weer wat meer kansen te geven dan zij zelf hebben gehad. Het gaat met kleine stapjes, maar het betekent wel dat men op de goede weg is. Dit was de laatste aflevering van ons driedelig verslag vanuit Burkina Faso. Hoewel we beseffen dat het nauwelijks te beschrijven is wat wij gezien en ervaren hebben, hopen we toch dat we u een goed beeld hebben kunnen geven van het leven in dit arme Afrikaanse land en het prachtige werk van de Stichting Kinderhulp Burkina Faso. Association Belcomba. Association Belcomba.